Waarom zijn wij zo bezig met die vrouwen? Ze maken ons alleen maar doodongelukkig. Wat heb je eigenlijk aan ze? Alleen maar gezeik. Deze keer ben ik het echt volledig met je eens. Ik bedoel, ze lekker voor in bed. Hè? Maar dan wegwezen. Hey, man, het is een pan. Ah, dus dat is een pan. Ah. We hebben natuurlijk meerdere pannen, zoals de braadpan, de steelpan, de koekenpan. Pakettenpan. Ja, moeten we dit allemaal onthouden? Vind ik wel, ja. En waarom maken jullie geen aantekeningen? Want naar die pan ben je er niet. Je hebt je pollepel, ja? Je hebt je visbestek, je hebt je slaakbuffet, je hebt je kaasschaap, je hebt je fileermes. Ja, ik kan dit allemaal niet zo goed onthouden. Ik, ja, ik denk dat jij toch even aantekeningen moet maken. Ik ga drie biertjes halen, want dat denkt dat makkelijker. Ja, heel goed idee. Want met bier onthoud ik dus ook een stuk beter. Klopt, kan ik het ook beter uitleggen. Ja. Dan kun je met bier eigenlijk veel dingen, hè? Ontzettend veel. Mise en place. Mise en place. Hey. Lopen wij niet verkeerd of zo? Nee, fitness is daar. Maar waar gaan al die dames dan naartoe? Oh, die gaan naar een klasje, denk ik. Oh, moeten wij niet ook naar de klasje? Wat heeft maar één schaamlid? Nou? Halve kip. Afgekeurd. Nee, dat ben ik ook niet met je eens. Als een grote tiet. Ja. Dat moet een beetje hangen. Dat is de natuur. Ja, je hebt ook van die siliconen hockeyballen waar je tanden op stuk knaagt. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Een theezakje. Nee, maar ik mag best vriendinnen hebben van Sophie. Ik mag het alleen niet met ze doen. Nee. Je bent toch echt een fan? Kom op nou. Seks is toch niet het allerbelangrijkste? Weet je toch zelf ook wel? Wat wil je nou liever? In bed met Scarlett Johansson en Demi Moore of terug naar Sophie? Ik zeg A. Ja, A. Seks met Scarlett Johansson en dat Demi Moore dan kijkt. Ja. Doe niet zo stoer, jongen. Ik hoor echt wel dat jij elke avond huilend in je bedje ligt. Ja, dan lig jij nog wakker omdat je vriendin een ijskast is. Die is helemaal geen ijskast. Hij is het tegenovergestelde. Oh, wat is het tegenovergestelde van de ijskast? Een open haard. Jongens, alsjeblieft, zullen we naar huis gaan? Nee, we zouden het gezellig maken. Nou, afspraak is afspraak. Ja, en ik wil gewoon even seks. Het is voor vrouwen echt heel erg als ze dingen van anderen horen. Echt heel erg. Ja. Ja? Ja. Komt een vis bij de dokter? Zegt de dokter, ik zie het meteen. Uit de kom! Oké, links of rechts? Jij links. Doe even links of rechts. Hallo, het is vakantie, ja? Links. Als je gaat naar links. Jij gaat toch niet beweren dat je met één kerel aan mijn dochter hebt gezeten, of wel? Echt, ik ga hier niet eens op in, hè? Ja, het leek wel zo. Ja, dat lijkt zoveel zo. Ze komt hier huilend aan in de bijkeuken, ja? Ik troost haar en zij begint mij opeens te zoenen. Wat lijkt dat? Oh, hey! Godverdomme! Het draait! Au! Hey! Velletje, velletje! Au! What you say? Hey, go, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hey, go, Jack. Don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, oh, I'd have to back my legs and go. That's right. Dan ga ik even daar omheen en in dat dorpje boodschappen. Ja, vind ik wel fijn, ja. Maak wij vast vuur. Maar ik vind het dus echt geen goed plan, jongens. Jij gaat niet alleen naar het dorpje. Huh? Nee, samen uit, samen thuis. Jongens, we doen dit hele weekend alles met z'n drieën. Superklein. Dat is een tuinkabouter, man. Heb je het met haar gedaan? Tuurlijk. Ja. Maar ze zei niet dat ze voor de gordijnen kwam. Nee, dat zei ze pas daarna. Toen ging ze ineens de boel opmeten en zo. Jongen, jongen, jongen. Maar ze wou wel. Oh. Jawel, absoluut. Huh? Ja, ja. Wat goed, man. Ja. Oh, gozer. Jezus, dat ja, ik hoor er gewoon bij. Oh, man.